Botrobanya, de Jaguarman. Allemaal boeken geschreven door Raoul de Jong. Vandaag praten we met Raoul wat de inspiratie is geweest achter deze geweldige mooie boeken die hij heeft geschreven. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Raoul de Jong, thank you very much dat je tijd hebt vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. We gaan het hebben over je boeken die je geschreven hebt. Maar ik wil weten, voordat we verder gaan, wie is Raoul de Jong nou precies? Ja, ik ben Raoul de Jong. Ja, dat is moeilijk om te zeggen in een paar woorden. Ik ben natuurlijk heel veel dingen tegelijkertijd. Maar ik zit hier als schrijver, dus laten we daarop focussen. Ik heb 8 boeken geschreven. Ik ben begonnen met schrijven toen ik 19 was, ben ik begonnen aan mijn eerste boek. En afgelopen maart is mijn laatste boekje uitgekomen. Botobanya heet dat. Dat was het Boekenweek essay van 2023. Dat is een heel groot ding in Nederland, de Boekenweek. Ik weet inmiddels dat niemand buiten Nederland weet wat de Boekenweek is. Maar het is een soort van als het winnen van de Oscars, zeg maar, voor een schrijver. Ja, en ze doen dat al 88 jaar, die Boekenweek. En dan elk jaar wordt er een schrijver gevraagd om iets speciaal voor die Boekenweek te schrijven. En dit jaar was ik dat. En ik ben de eerste bruine schrijver. De eerste schrijver met Surinaamse wortels die ooit is gevraagd om iets te doen voor die Boekenweek. Dus dat voelde als een hele grote verantwoordelijkheid om ook die Surinaamse wortels mee te nemen in dat Boekenweek essay. En dat is dus Botobanya geworden. 40.000 exemplaren zijn ervan gedrukt en het heeft op nummer 1 in de bestsellerlijst gestaan. En dat is allemaal net gebeurd voordat ik hier kwam. Het was een heel grote storm eigenlijk. Ja. Ja, dus we hebben eigenlijk een beetje voorgelopen, maar niet erg. Het is allemaal spannend om te praten over de amazing eigenlijk. Dingen die je hebt, tot nu toe hebt kunnen doen als schrijver. Maar wat is je persoonlijke achtergrond precies? Dus, qua zeg maar... wortels? Ja, laten we het zo stellen, ja. Kijk, dus mijn moeder die is Nederlands, blonde vrouw met blauwe ogen. En mijn vader komt uit Suriname, die is geboren in Suriname. En ik heb hem pas op mijn 28e voor het eerst ontmoet. Dus daarvoor wist ik altijd wel, ik zag er altijd anders uit natuurlijk dan de familie waarin ik opgroeide. Dus ik wist altijd wel dat er iets anders in me zat. Maar ja, eigenlijk pas toen ik mijn Surinaamse vader ontmoette, ben ik gaan onderzoeken wat dat dan precies is. En, je hebt uiteindelijk besloten om een boek te schrijven. Waarom heb je besloten om over te gaan tot het schrijven van boeken? Per boek verschilt dat eigenlijk een beetje. Maar ik ben ooit begonnen met schrijven toen ik 18 was. En dat was in de middelbare schoolvakantie na mijn eindexamen. En alles ging mis eigenlijk op dat moment. Ik woonde een tijdje bij mijn tante, niet bij mijn moeder. Bij mijn tante, die ging precies scheiden op het moment dat ik daar kwam wonen. En ik wilde gaan studeren, maar ik had geen geld. En eigenlijk tegen de tijd, ik heb wel gewoon mijn eindexamen gehaald in één keer. Wonder boven wonder. Maar tegen de tijd dat ik dat eindexamen had gehaald, had ik eigenlijk geen geld. Ik wist niet wat ik moest gaan doen met mijn leven. En toen op een dag zei iemand, waarom ga je niet een boek schrijven? Ik schreef altijd stukjes voor de schoolkrant. Dus toen dacht ik, laat ik dat proberen. Dan heb ik in ieder geval iets gedaan als het lukt om een boek te maken aan het einde van dit jaar. Dus dat ben ik gaan doen. Op een dag ben ik achter de computer gaan zitten en ik ben gewoon alles op gaan schrijven. En aan het einde van dit jaar had ik een boek. Nee, oké. Uiteindelijk heb je dan besloten, je gaat een boek schrijven. Ja. Is daar die drang gestart, kunnen we zeggen? Want je hebt eigenlijk dan die motivatie ergens vandaan gehaald. Is het daar gestart? Ja, nou misschien nog wel eerder. Toen ik 10 was, ben ik ooit begonnen met een dagboek. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een beetje magisch om dat dagboek te beginnen. Het was een beetje als het praten tegen God of tegen iets wat je niet kon zien. Zeg maar, het was bijna als bidden. Dus als ik dan zo schreef in dat dagboek, dan schreef ik ook over wat ik wilde en waar ik op hoopte. En dan, raar genoeg, gebeurden die dingen dan ook. Dus ik begreep dat het schrijven eigenlijk een manier was om te communiceren met iets hogers. Wat je niet per se kon zien, maar wat wel reageerde als je er tegen sprak. En zo ben ik ooit met schrijven begonnen. Dat is eigenlijk al toen ik 10 was.
Maar oh, dan, wow. Ja, dat was voor mezelf, ja, niet ja, ja. Voor de mensen. Ja, nee, dat is in je dagboek zoals je dat aangaf. Yeah. Oké, als we moeten kijken naar de boeken die je hebt geschreven. Je gaf dus aan, je hebt 8 verschillende boeken geschreven. Hoe was het schrijfproces van deze boeken? Ik neem aan dat allemaal verschillend waren. Ja, inderdaad. Ja, dus de laatste 2 boeken die ik heb geschreven, Jaguar Man en Boto Banya. Dan vooral Jaguar Man, dat is eigenlijk echt het grote boek. Het gaat over Suriname en daar heb ik 7 jaar aan gewerkt. Dus dat is wel echt, dat is het moeilijkste boek wat ik ooit geschreven heb. Ja, het meest serieuze boek. Heel veel van die eerdere boeken, aangezien ik zo jong was, nam ik het ook niet helemaal serieus, dat schrijven. Dus ik bedoel, ik ging wel achter de computer zitten en ik schreef dan, maar het maakte me niet per se uit of het dan heel goed werd of dat het, ik nam het dan gewoon allemaal niet zo serieus. Maar voor dat boek Jaguar Man, dat was misschien... Ja, wel echt het eerste boek waarvan ik dacht, dit is echt een belangrijk verhaal en ik wil het goed vertellen en ik ga niet stoppen totdat het echt helemaal perfect is. Dus dat heeft 7 jaar geduurd om dat boek te schrijven. En hoe is het schrijfproces geweest van de overige boeken? Want je gaf net aan, je was niet zo serieus, om het zo te zeggen, als bij de Jaguar Man. Ja. Maar het heeft natuurlijk wel een bepaald proces gehad, dus hoe was dat allemaal? Ja, verschillend dus eigenlijk. Per boek zit even het boek voor Jaguar Man. Daarvoor, dat gaat over een voettocht die ik heb gemaakt van 1000 kilometer. Dwars door Europa. De grootsheid van het al heet dat. En dat begon eigenlijk nadat ik een droom had gehad. Op een middag zat ik in de trein en ik had een droom. Ik hoorde een soort zinnetje in mijn hoofd. Jij moet deze zomer naar Marseille gaan lopen. Marseille ligt aan de... Middellandse Zee, geloof ik. Zuid-Europa, 1000 kilometer van Rotterdam. En het is de stad waar mijn moeder woont. Mijn Nederlandse moeder is verhuisd naar Frankrijk. En op een dag hoorde ik, je moet naar je moeder gaan lopen. Vanaf Rotterdam naar Zuid-Frankrijk. En toen ben ik dat gaan doen. Ik heb die droom serieus genomen. Een week later heb ik de deur in Rotterdam achter me dichtgetrokken. En ik ben gaan lopen, gewoon om te kijken wat er zou gebeuren als ik de droom serieus zou nemen. En elke dag schreef ik dan een stukje over wat er gebeurde. En dat is aan het einde van die reis. Het heeft 2 maanden geduurd om in Marseille aan te komen. En aan het einde van die reis had ik dus eigenlijk een boek. Dus ja, dat boek ging een stuk sneller. Ik hoefde alleen maar op te schrijven wat er gebeurde. En ik moest lopen. Ik bedoel, het was niet alleen maar schrijven. Ja. Maar, ja. Maar in die zin was het een stuk makkelijker. En voor Jaguar Man heb ik echt... ben ik de archieven ingedoken en ik ben gaan zoeken naar wat mensen die lijken op mij en op mijn vader en op jou, wat die hebben geschreven over de geschiedenis van Suriname. En het is heel moeilijk om die schrijvers te vinden. Ze bestaan wel allemaal, weet ik dus inmiddels, maar heel veel van de boeken die ze geschreven hebben zijn verboden. Of er is op andere manieren voor gezorgd dat die boeken nooit zijn aangekomen bij ons. Dus alleen dat al duurde gewoon een paar jaar om al die stemmen te vinden. Ik heb bijvoorbeeld een boek gevonden uit 1864, dus het jaar van na de afschaffing van de slavernij. En toen was er al een zwarte man die een boek heeft geschreven over Suriname. Ik heb echt hele mooie dingen gevonden, maar het duurde heel lang om die dingen te vinden. En een groot onderdeel van die dingen vinden was echt geloven dat ze bestaan. Ja. Ook al ging eigenlijk iedereen zeggen dat bestaat niet en kon je het niet vinden meteen op internet of in boekwinkels. En ik heb gelezen aan de achterkant van je boek van de Jaguar Man. Ja, jullie zeggen Jaguar Man. Dat is mooier eigenlijk. Ik vergeet altijd om het zo te zeggen. En daar gaf je dus aan dat het is over een verhaal waarvan je hebt gehoord dat iemand zeg maar uit de familie kon transformen into een jaguar eigenlijk. Ja. Waarom heb je specifiek gekozen om daarover te schrijven? Nou, even kijken. Ja, vanwege verschillende redenen. Dus ik heb toen ik 28 was mijn vader, mijn Surinaamse vader, voor het eerst ontmoet. En ik ben toen dus onderzoek gaan doen naar de geschiedenis van Suriname. Gewoon niet om een boek over te schrijven per se, maar ik wilde weten waar komt mijn vader dan eigenlijk vandaan en waarom weet ik daar zo weinig over. En ik vond toen Wij Slaven van Suriname van Anton de Kom. En toen ik dat boek las, vond ik uit dat Suriname ook uit regenwoud bestaat. Raar genoeg wist ik dat gewoon niet. Dat is niet iets wat je leert in Nederland op school.
Dus ik vond uit Amazone-regenwoud. Suriname bestaat uit Amazone-regenwoud. En als jongetje heb ik altijd dromen gehad over het regenwoud. Dus ik begreep, aha, dat heeft iets te maken met mijn vader. Dus ik ben toen naar mijn vader gegaan en ik heb gevraagd, is er iets wat iets te maken heeft met het regenwoud in onze familiegeschiedenis? En hij zei toen, ja, een van onze voorouders was een Winti-priester of een Piai-man. En hij kon zichzelf met krachten van de duivel veranderen in een jaguar. En dit is iets slechts, moet je met rust laten. Ja, en ik dacht toen, nee, dit nee, is echt gaan we niet met rust laten. Nee, dat gaan we niet met rust laten. Nee, dit is de Black Panther. Ik heb gewoon een Black Panther als voorouder. En ik wil weten, wat die krachten zijn en wat ze te maken hebben met mij. Dus daarom eigenlijk ben ik daar achter gegaan. En dan gaat hij naar de jungle van Suriname. En hij probeert de geschiedenis en zijn voorvaderen en alles te ontdekken wat er maar te ontdekken valt. Ook die magische krachten, die komt hij toch wel steeds tegen op de een of andere manier. Dat is een beetje de rode lijn in het boek. Ik heb gezocht naar wat zijn dan die krachten van de jaguar. En wat hebben die te maken met mij? Waarom moet ik daar bang voor zijn? En eigenlijk raar genoeg door te zoeken naar de krachten van de jaguar vond ik dus allemaal helden. Eigenlijk Surinaamse helden, mensen die heel hard hebben gevochten om het verhaal te veranderen, om de toekomst beter te maken eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ik vond precies de mensen naar wie ik zocht eigenlijk, ja, helden. Maar het is heel erg interessant dat je dit aangeeft. Dat heeft eigenlijk ook gemaakt dat ik het boek wil gaan lezen, toch? Je gaat transformen door middel van een paar krachten, al dat soort van zaken. Zijn er, of wat zijn voor jou dingen, belangrijke zaken die je bent tegengekomen tijdens je schrijfproces van dit boek, die je nooit vergeten zal en altijd zal meedragen? Ja, zoveel dingen. Het zegt zoveel. Ja, ik weet niet. Het is moeilijk om te zeggen. Het is ook gewoon een soort gevoel. Zo, vanochtend keek ik in de spiegel. Toen dacht ik, oh, ik voel het weer. Ik voel het sowieso als ik in Suriname ben. Het duurt even altijd voordat het, zeg maar, de stress en zo van me af is. Maar vanochtend keek ik in de spiegel en toen voelde ik het weer zo. En wat ik dan voel is, zeg maar, ja, ik heb dit leven niet zomaar. Ik heb dit leven omdat het mij gegeven is. Omdat er mensen zijn geweest die heel hard hebben gewerkt om mij dit leven te geven. Die eigenlijk de hel op aarde hebben overleefd om dat te kunnen doen. En al die mensen zitten in mij. Dus dat betekent dat ik het leven, dat ik dankbaar moet zijn voor dit leven. En dat doe je door het leven te vieren en door er iets moois van te maken. Door te bloeien. Ja, dat is een van de dingen die ik dan voel. Door wat ik ben tegengekomen. Maar ja, nee, het zijn heel veel dingen. Eigenlijk een beetje wat ook een ding is wat ik heb meegekregen door deze hele zoektocht. In Nederland, of gewoon in het Westen, wordt er vaak best gezegd dat het best wel naïef is hoe ik in het leven sta. Bijvoorbeeld dat ik zo'n droom heb gehad en dan naar Marseille ben gaan lopen. Dan zeggen ze, dat is slecht, dat is een beetje, dat is dommig, dat is naïef. Terwijl dat echt een van de beste dingen is die ik ooit heb gedaan. En door onderzoek te doen naar Surinaamse helden, heb ik eigenlijk allemaal mensen gevonden die zeggen, dat is helemaal niet naïef om je dromen serieus te nemen. Die dromen die heb je vanwege een reden. Die heb je omdat er iets is wat jou probeert te helpen en jou boodschappen geeft die je op moet volgen, omdat je leven dan leuker wordt. Dus dat is ook wat ik heel erg voel. Ik voel dat er zo'n hele groep mensen bijgekomen die zegt, het is goed zoals jij bent en het is niet naïef. Sterker nog, het is de oplossing. Ja, heel mooi verwoord, maar het is natuurlijk een heel andere cultuur in Nederland, Suriname. Als we moeten kijken naar eigenlijk wat je mensen wilt leren met je boek. Niet alleen Surinamers gaan dit boek lezen, maar ook zeg maar, mensen van Nederland of van een ander land. Zeg maar. Wat is een van de voornaamste lessen die je wil dat mensen moeten meedragen wanneer ze je boek lezen? Oké, ja. Een van de voornaamste lessen die ik mensen wil meegeven. Even kijken. Want inderdaad, het is zo. Ik heb het boek geschreven voor iedereen. Ik heb het niet alleen geschreven voor Surinamers of voor Nederlanders. Het is onlangs ook in het Frans vertaald. Is net uitgekomen. Het ligt nu in alle Franse boekwinkels. En daarmee begrijpen mensen het ook. Ja. Het gaat uiteindelijk over menselijkheid. Wat je kunt leren van die geschiedenis van Suriname. Even kijken, en wat hier is gebeurd, sowieso is maar
is niet alleen hier gebeurd. Het is ook gebeurd in de Caraïbe, in Noord- en Zuid-Amerika, in Azië. Wat er in Suriname, de geschiedenis van Suriname is gewoon een klein voorbeeldje van een geschiedenis die eigenlijk veel groter is. En wat je kan leren van die geschiedenis is hoe mensen de hel op aarde hebben overleefd, eigenlijk. Want dat is wat onze voorouders hebben gedaan. En ze hebben bepaalde gereedschappen gevonden om eigenlijk de hel op aarde onschadelijk te maken. En dat zijn gereedschappen die je kunt gebruiken in het hier en nu om je leven leuker te maken. Deze mensen konden niet anders dan nadenken over wat vrijheid betekent, omdat al hun vrijheid hen werd afgenomen. Dus ze hebben nagedacht over wat vrijheid betekent, waarom vrijheid belangrijk is en hoe je je vrijheid kunt bewaren, zelfs als die je wordt afgenomen. Ja, en dat zijn dingen die je kunt gebruiken in het hier en nu om je leven leuker te maken. Ja, wauw, mooi gezegd trouwens. Als we kijken naar de Jaguarman, ik heb me laten vertellen dat het in Suriname is gepubliceerd. Ja, het is in Nederland gepubliceerd. Ja, Nederland is het uitgekomen 2020. Mm-hmm. En ik ben nu eigenlijk naar Suriname gekomen omdat ik het ook voor jullie, zeg maar. Ja. Prima, maar komt dat stukje van Botrobanya nog, dat ook gaat volgen? Dat die op dezelfde manier waarop de Jaguarman eigenlijk tentoongesteld is geworden, dat je dat ook doet met Botrobanya? Ja, even kijken. Dus ja, hoe bedoel je? Dat ik ook ga praten hier in Suriname over Botrobanya? Yes. Ja, oké. Okay, ja. Ik ga 2 mei in het Nationaal Archief hebben we een avond rondom Botrobanya. Het begint om 7 uur, is gratis. Je moet je wel aanmelden, geloof ik, maar dan kun je gratis naar binnen. volgens mij zeg ik het goed zo. Ja, en Botrobanya, misschien moet ik dat even. Dit is ook weer een lang verhaal. Ik weet niet hoe lang we hebben. We gaan een samenvatting maken. We gaan een samenvatting maken. Proberen te maken. Oké, okay. Dan moet ik misschien toch even mijn boeken uit mijn tas pakken. Dan gaat het makkelijker. Oké. Dankjewel. Zo'n vlinder in mijn koffie. Ja, is die echt in je koffie gevlogen? Hij is hier gekomen. Oh, godver. Hoe moet je dat maken? Het is een soort rode plant. Het geeft af en zo. Maar je proeft bruine suiker erin. Ja, misschien daarom denk ik dat ik het proef. Oké. Ja. Babadam. Botrobanya ben ik thuis vergeten, zag ik nu maar goed. Ja, dus even kijken. Jaguarman is uitgekomen in 2020. Mm-hmm. En toen in 2022 werd ik gevraagd om dat Boekenweek-essay te gaan schrijven. En wat met Jaguarman gebeurde eigenlijk in Nederland, was dat het heel vaak op boekenplankjes kwam te staan. Met boeken over Suriname. Dus het stond niet bij literatuur, maar bij Suriname. Dus eigenlijk vonden mensen het alleen als ze al geïnteresseerd waren in Suriname. En niet als ze gewoon op zoek waren naar iets over menselijkheid. En er gebeurden meer rare dingen, zag ik gebeuren met dat boek. Dus daar probeerde ik dan, ik probeerde te zorgen dat het boek gewoon bij literatuur kwam te staan. En allemaal andere dingen deed ik. En het was best wel vermoeiend. En na 2 jaar had ik dat eigenlijk een beetje gehad. En precies op de dag dat ik dacht, ik ga niet meer zoveel moeite doen om mensen te overtuigen dat dit boek voor iedereen is, werd ik gevraagd om dat Boekenweek-essay te gaan schrijven. En ik wist, daar worden 40.000 exemplaren van gedrukt. Het komt overal in Nederland naast de kassa te liggen. Ik zal 1 maand lang overal op televisie zijn in Nederland. Dus ik ga dat gebruiken om eigenlijk te praten over hetzelfde als ik deed in Jaguarman. Mm-hmm. Ja, na Jaguarman ben ik, dit gaat heel erg over de geschiedenis van Suriname, maar ik ben boeken blijven lezen die op mijn pad kwamen. En ik ontdekte op een gegeven moment, dat verhaal wat ik hierin vertel is eigenlijk veel groter dan Suriname. Het gaat ook over de Caraïbe en over Noord- en Zuid-Amerika. Dus daar wilde ik iets mee doen, ik wist niet wat. Toen had ik een droom dat ik op een schip zat in een matrozenpak te schrijven. En toen de dag nadat ik die droom had, kwam er een Nederlands-Surinaamse vrouw bij mij op bezoek. Die had Jaguarman gelezen. En ik vertelde haar over die droom. En zij zei toen, maar natuurlijk had je die droom. En toen pakte ze Jaguarman erbij. En op de laatste bladzijde staat deze dansinstructie. Mm-hmm. Dat is van de Banya's. Komt uit een boek uit 1922. Mm-hmm. En dit is dus de Banya, die werd gedanst tijdens de slaventijd. Yeah.
Klopt. En de oudste versie van de banya-dans was de boto-banya. En met de boto-banya vertelde eigenlijk tot slaafgemaakte het verhaal van hoe ze ooit uit Afrika naar de nieuwe wereld werden gebracht. Ja, en hoe ze daar werden opgesplitst op de slavenmarkt. Hoe één broer naar Haiti ging, de andere ging naar Suriname. En met die door die dans te dansen zeiden ze eigenlijk, maar ooit waren we één. En wat daar in Haiti en Amerika gebeurt, is ook ons verhaal. En voordat we slaven werden, waren we mensen. En dat mogen we nu niet laten zien, maar door die dans te dansen zullen we het stiekem onthouden. En we zullen het doorgeven aan de kinderen van de kinderen van de kinderen. Ja. Oh, wow. Dus dat is waar Boto Banya over gaat. Die mooi dans verhaal. En ja. Ja, heel mooi verhaal. Afronden, dus ik ga snel toch deze vraag stellen. Is het straks 160 jaar afschaffing van de slavernij? Je bent ook deels Surinamer, om het even zo uit te drukken. Hoe denk je daarover? Hoe kijk je er tegenaan? Over de afschaffing van de slavernij? Yes, 160 jaar in de maand juli mogen we 160 jaar gedenken. Dus wat denk je, hoe kijk je ernaar? Nou, ik vier het eigenlijk elk jaar. Sinds ik weet wat er gevierd wordt op die dag. Mm. En wat ik dan vier eigenlijk is de kracht van mijn voorouders. En het mooie is van als je hun verhaal bestudeert, dan vind je uit dat ze al manieren hadden gevonden om vrij te zijn voordat ze de vrijheid kregen. Sowieso, toen ze de vrijheid kregen, kregen ze eigenlijk niet de vrijheid. Mm. Het leek alsof ze de vrijheid kregen, maar dat was niet echt zo. En sowieso, lang voordat ze de vrijheid kregen, hadden ze al manieren gevonden om vrij te zijn. Bijvoorbeeld door te dansen, door muziek te maken, door weg te vluchten van de plantages. Ja, dus zij waren veel slimmer dan zeg maar de mensen die hen onderdrukten. Dat vier ik op die dag. En waarom is het belangrijk voor jou om dit te vieren? Waarom is het belangrijk voor mij om dit te vieren? Omdat het een prachtig verhaal is waarvan je van alles kan leren als mens over ja, wat het betekent om mens te zijn en wat het betekent om vrij te zijn. Wat ik eerder zei, eigenlijk. Het herinnert je aan hoe dankbaar je mag zijn voor dit leven. En ook aan hoe krachtig je bent als mens. Ja, ja, dat moet je niet vergeten. Dat vergeten we vaak. Dat is waar. Tot slot, heb je een tip die je wilt geven of een les die je wilt delen met je collega's schrijvers? In Suriname vooral. Dan mag je in de camera kijken en die doorgeven. Oké, een les om te delen met mijn collega schrijvers in Suriname. Ja, nou, schrijf je boek, dat eigenlijk. dat is moeilijk. Dat is het moeilijkste van schrijven. Om gewoon te gaan zitten en het te doen. Dus ik denk, dat is mijn eerste tip. Begin gewoon. En neem elke dag 20 minuten. Ja, en als je dan elke dag 20 minuten neemt, dan heb je aan het einde van een jaar een boek. En ook, geloof dat je het mag doen, dat je belangrijk genoeg bent om jouw verhaal te vertellen. Ja, want er is maar één iemand zoals jij, één iemand met jouw stem. Dus vertel jouw verhaal in jouw stem en de wereld zou je dankbaar zijn. Nou, Raoul, ik heb heel veel gehad aan dit gesprek. Ik kijk er super naar uit om je boeken te gaan lezen. Dankjewel dat je tijd vrij hebt gemaakt om met ons te zitten. En ik wens je heel veel succes verder met jouw schrijverscarrière. Dankjewel, graag gedaan. Het was leuk. Nou, dat was Raoul de Jong. Zeer inspirerende boeken heeft hij geschreven. Heel mooi. Heeft u ze nog niet gelezen? Wil ik u aanmoedigen dat zeker wel te doen. Dat was het wat betreft dit deel. Maar gaat u nu weg, want er volgt nog een tweede deel van In Gesprek. Meneer Somohadjo, gisteren was uw grote dag. 2 mei 1943, 2 mei 2023, 80 jaar geleden dat u het levenslicht zag. Wat betekent het dat u zo'n mooi getal heeft kunnen bereiken? Nou, dat is bijzonder belangrijk en dankbaar zijn de Almachtige. Hoe de zegeningen tellen. En dat is nu het geval. 80 jaar lang op deze wereld, is vallen en opstaan. Ja, ik heb tijden gehad dat ik wel moet eten uit deksel van een vijandenspel. Ja, in de devil. Ja, want ja, je bent zodanig geïntimideerd, gemarteld. Maar ik heb ook tijd die ik mijn hoofd was voor van het parlement, als minister.
Ja, ik was zelf bevelhebber één dag. Dus mijn leven is letterlijk wat ik ga doen. Daarom ik vadong op om me. Maar ik bleef in hem geloven, ik bleef hem trouw, ik bleef hem loyaal, ik bleef oprecht zijn. Helemaal. Slamet Paul Somoharjo, een autobiografie van een Surinaamse politicus, een strijder en een sociaal mens. Uw levensverhaal, u heeft het een beetje aangegeven, niet alles. U wil dat een deel pas komt wanneer u er niet meer bent, want u wilt niet dat mensen u moeten uitschelden. Maar wat betekent het dat uw leven neergepend kan worden? Nou, bijzonder belangrijk, omdat vrienden in het verleden geprobeerd hebben. We hadden sessies gemaakt, meneer Mustaya, een wetenschapper. En ik voelde, ik had op wetenschappelijk ontvangen. Monique, ook een collega van je, journalist, heeft ook veel interviews. Ja, is toch niet direct, maar eens komt eruit. Terwijl in Nederland ook een journalist, ja, geprobeerd, is nooit eruit. Het heeft niet zijn reden. Meneer Hering heeft ook geprobeerd. Ja. Het heeft allemaal zijn reden, maar ik ben er allemaal dankbaar dat professor Yabini het nu daadwerkelijk het laten drukken. Dat een deel van mijn verhaal toch. Naar buiten kunnen komen. Helemaal. Als u kijkt naar uw leeftijd dat u heeft bereikt, 80 jaar, gaat u uit de politiek stappen of blijft u erin, maar op de achtergrond? Laat me zo stellen. Kijk, leeftijd is voor mij niet belangrijk. De kwaliteit van het leven. In de politiek heb je ouderen, politicus, Mandela, zelf Biden, die 82 is, weer de knokmacht kan daar stellen. Anderen. Maar ik heb persoonlijk geen politieke ambities om parlementslid weer te worden, om minister weer te worden, om parlementsvoorzitter weer te worden. Wat voor erg. Ik was zelf opperbevelhebber, dat wil ik niet meer worden. Maar ik heb wel nog ambitie om de partij te leiden. Want ik ben voorzichtig. Al zien men mijn zoon Bronte als eventueel opvolger, dat belangrijk van het volk. Maar ik moet blijven leiden totdat ik zeker ben. Want ik speel niet blessure tijd. Ik ben 80. Ja. En die tijd kan uitscheiden, dat ben je niet meer. Dus ik bid, ik blijf bij de Almachte. Dat de Almachte mij die kracht geven. Dat mij die goal maken, die goal die elk politicus wil maken. De eenheid van het volk te bewerkstelligen. Helemaal. Naar uw mening, meneer Somoharjo, waarom zou iemand uw biografie moeten lezen? En voor wie is het allemaal bestemd? Het is voor degene die belangstelling in mij hebben. Voor degene die wat van mij gehoord hebben, kan positief, kan negatief, misschien, ja, dan horen ze niet van mij. Ik kan niet iedereen vertellen, maar een boek vastgelegd zou goed zijn. En daarom heb ik gezegd van, we gaan geen winst maken, alleen de drukkost. De drukkost is ongeveer 287,50. Ja, gelet op deze sociale economische duurzaamheid. Hoe bent u, hoe, of laat me niet zeggen hoe bent u, hoe zijn jullie eigenlijk uiteindelijk op het idee gekomen om te zeggen, weet je wat, zet het toch in een boek, schrijf het, laat tenminste een deel van de Surinaamse samenleving een deel van mijn verhaal horen. Ja, als ik, zoals ik nou met u praat, dan komt het van mij, omdat voorzitter, dit moet toch vastleggen, dit mag niet verloren gaan, anderen moeten weten. Kijk, we weten van die koek van Rambunkers, ja, en men, details weet men niet. De samenwerking met Brunswijk. Ja, men denkt, ach, misschien uit opportunistisch. Ja. Dus daarom is het vastgelegd. Een deel van mijn leven, ja, die, toen ik kwam te overlijden, en hoe ik weggevlucht ben, enzovoort, enzovoort. Dus men heeft mij toch adviseerd. En daarom is het niet alleen met de heer Yabini, maar ook met anderen die proberen dat, met Mustaya. Ik laat alles. Ik zeg altijd, misschien niet dat een goede zijde. Meneer Somoharjo, tot slot. Bent u op zich een agressief persoon? Want als ik naar meneer Soentiek moet luisteren, als we teruggaan naar YouTube met dat filmpje, je leek. En dan ook wat er is voorgevallen een paar jaren terug met de heer Doekie. Zou men denken dat u een beetje een agressief persoon bent als u boos mag worden? Kijk, het is een kwestie van moment. Kijk, normaal ben ik bijzonder rustig. Ik ben van de stier, je moet zien als stier. Je moet niet met een rode lap bij mij komen. Je moet me niet taarten uitdagen. Weet je? Dus als mens moeten we elkaar lief hebben. Maar als je het zelf zoekt,
met de rode lap naar mij komen. Kijk, dat ding van gevecht, tv-gevecht. Ik zeg, wie is zien dat ik hier klap? Dat komt. Wie is Doekie? Ik heb zeg maar bewezen mee, ik kom met de bewezen. Je kan niet zomaar uit je nek kletsen van meneer, ik heb dat gedaan. Ik heb gezegd, tenminste is geen enkele sommige in de gevangenis. Maar u wel, van die Doekie. Bewijs me, breng langs en toen kom je met een doos met kranten. En toen is dat een bewijs. Dat stoot helemaal. En op dat moment, ja, dan kan je dat niet accepteren. Ja. Helemaal. Als u uw leven mag opsommen, hoe zou u het opsommen? Ik ben sociaal bewogen. Ja, kijk, ik verdeel nu, niet nu, elke zondag eten voor de zwervers. Ik vast. Dan dacht ik, ik vast nu, maar ik kan rekenen naar 6 en heb ik eten. Maar die mensen die zwerven, die onder de balkonnen slapen, op wie rekenen ze? Ja. Dus dan, ik breng mijn mensen en ik geef input. Koken jullie voor per district. Elke district, elke zondag een ander district. En kom zelf kijken hoe wij het eten verdelen. Ja, en ja, dat brengt ons echt in beroering. Ja, in de zin van, die mensen moeten zelf wakker maken. Die mensen hebben geen hoop. En die mensen, daarom ben ik van huis af, van natuur, ben ik dus sociaal. Ja, en ik voel me ook zo. Als iemand een beroep op mij doet, het woord nee ken ik. Als ik kan helpen wat moeilijk is, dan zeg ik altijd, onthoud, onredelijk. Ik ben slechts een instrument. Meneer Sumohadjo, alsnog van harte gefeliciteerd met uw jaardag. Ik hoop dat u heeft genoten van uw dag. En wij van ATV kijken meer wat u nog allemaal in het verschiet heeft. Ja, dankjewel. Ja, laten wij in mijn blessuretijd de Almachtige vraag welke goal ik kan maken. Ik heb zoveel goals gemaakt. Ja. Dus die goal wat ik ben, is de eenheid van mijn volk te doorstellen. Dat zal een belangrijke goal zijn. Dus net als Messi, dat zal een bekroning zijn van mijn politiek. Maar voor niets anders, ik heb geen ambitie meer voor parlementsleden. Ja, dus, maar wel de partij leiden totdat ik kan overdragen. Waarbij ik met gerust hart, ja meneer Asanego, het moet niet zo zijn dat Timno de Moro dan hoor ik banden, mee wie ik pak aan. Dat kan niet. Helemaal, dankjewel. Professor Yabini, goedendag en welkom in gesprek met. Dank u wel en dank u wel ook groet aan de kijkers. Ik ben net verschoven van meneer Paulsla met Sumohadjo, waarmee wij ook hebben gesproken en waarover het gaat. Een autobiografie over een strijder, een politicus en een sociaal mens. U gaf het zelf aan gisteren dat u een ghostwriter bent geweest van meneer Sumohadjo. Wat betekende het voor u om het leven te helpen neerpennen van zo'n grote Suriname die 80 jaar heeft bereikt? Het is heel bijzonder en ik vond het een bijzondere eer dat ik dat heb mogen doen. Zeker als je kijkt hoe men, wat men zegt van meneer Sumohadjo, ik ben geen Javaan. En als een niet-Javaan om dat te schrijven, een autobiografie van iemand schrijven of een biografie, is niet eenvoudig. Want je hoort verhalen, je hoort privé dingen, belangrijke dingen. En hij heeft me de gelegenheid gegeven om dat te doen. Dus dat vond ik bijzonder. Ja. Hij gaf ook erbij aan dat niet alles in het eerste boek aangetekend mag worden, omdat hij niet wilde dat men hem nu moest uitschelden. Was het moeilijk voor u om delen eruit te laten om later weer aan te vullen samen met zijn zoon zoals hij aangaat? Nee, helemaal niet. En ik heb ook sommige dingen zelf gekozen om dat niet erbij te zetten. En ik ben ook niet van plan om over ze te praten of te schrijven hoor. Dus ook al zou je er niet meer zijn, misschien iemand anders. Naar uw mening, waarom zou men zijn biografie moeten lezen om een ander blik van hem te kunnen schetsen? Ik denk dat we als Surinamers soms beelden vormen van mensen zonder eigenlijk naar de mensen zelf geluisterd te hebben en hen ook te bekijken vanuit hun eigen context. Sowieso, als je kijkt naar Sumohadjo als een politieke leider in de jaren 60 en kijk naar hoe de Javaanse gemeenschap was in die tijd.
dan ga je begrijpen van het was een bijzondere strijd om ervoor te werken dat mensen eigenlijk ook anders naar Javanen zouden kijken. En dan moest je heel sterk zijn om dat te doen. Ik zie dat er ook veel is gewerkt met foto's in het boek. Heeft u zaken geleerd van meneer Somohadjor bij u? Een beetje opkeek van, wist ik niet. Ja, heel veel. Dus ik moet zeggen bij dat de interview zelf. En er waren dingen natuurlijk die ik hoorde. En die ga ik verifiëren. Ook heel kritische vragen stellen aan hem en dingen. Sowieso. Bijvoorbeeld, een van de dingen zijn de aanslagen op zijn leven. Dat wist ik niet. En er zijn meerdere aanslagen gepleegd op zijn leven. Maar hij is ze allemaal overleefd. Ja. Als u... Ik neem aan, want men gaat ervan denken, ik ga de one professor schrijven, boeken kan dat, boeken ook gewichtig, toemsi. Heeft u makkelijk geschreven? Kunnen kinderen van, laten we zeggen, de zesde klas die straks toets moeten maken, dat boek makkelijk kunnen begrijpen na die Milo school, middelbare school? Is het een makkelijk boek om te begrijpen? Sowieso. Het is, ik heb geprobeerd het heel eenvoudig te schrijven. En ook toegankelijk te maken voor anderen. Dus dat heb ik heel bewust gedaan. Ook geen lange zinnen, geen uitgebreide voetnoten. Ik heb ervoor gekozen om een bredere publiek kennis te laten maken met de heer Somohadjo. Dus dat is sowieso. Of een zesde klas, ik weet nog niet precies. Ja. Als u een ander blik mocht schetsen. Als u kijkt, meneer Somohadjo heeft 80 jaar bereikt, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Had u verwacht dat hij het zou overleven als u alles wat u heeft gehoord? Nee. Ik dacht dat hij al lang dood was. Al lang dood zou gaan. Kijk, om te beginnen in de jaren 80. Hij was betrokken bij een coup in 1982. Hij werd opgepakt, opgesloten in de Devil en verschrikkelijk mishandeld. Heel erg mishandeld, gebroken rib. En op een gegeven moment in het ziekenhuis, ik dacht, ik weet niet meer hoe lang gelegen in het ziekenhuis. Dus dan zou je denken, hij zou het niet overleven. Hij is in Nederland geweest. En men heeft aanslag gepleegd op zijn leven. Die persoon kwam, klopte aan de deur. Zijn jongere broer maakte de deur open en bam, er werd geschoten. En zijn jongere broer heeft een kogel in zijn hoofd gehad. Dus hij heeft het niet gehad. En anyway, zo zijn er meerdere momenten waarbij je zou denken van, boy, Amandis, Het is toch wel bijzonder dat hij in leven is gebleven. Naast scholieren wat ik vroeg, wie zou u nog kunnen aanraden van, weet u wat, koop het boek, leer wat meer zonder vooroordelen te hebben van iemand waarvan je jaren zoveel hebt gelezen in de politiek, op tv. Waarom zou je mensen aanraden om zijn verhaal toch te lezen? Ik zou iedereen willen aanraden. Kijk, daarom heb ik het ook eenvoudig geschreven en niet alleen voor een academisch publiek. Maar zeker ook niet Javanen, want die heb ik ook in gedachten gehad bij het schrijven. Om dan ook anders te kijken naar dingen die zijn gebeurd of in zijn leven of in die samenleving. En kijken vanuit zijn bril, hoe moeten we er tegen aankijken. En natuurlijk ook zijn politieke vrienden, de jonge politici die opkomen. De jongeren heeft hij ook opgeroepen aan het eind van dat boek. Om zich in te zetten voor de ontwikkeling van het land. En niet de fouten te maken die hij heeft gemaakt. Ja. Professor Yabini, heel hartelijk dank voor dit moment. Ik kan zeggen, naast professor kunnen we ook een beetje achter uw naam zetten, auteur erbij. Maar bedankt voor de informatie die u onze kijkers wilde verschaffen. En ook de informatie. En ook bedankt voor het meehelpen schrijven van het boek van de heer Paul Somohadjo. Voor deze exposé in gesprek met. Hartelijk dank. Dank u wel, graag gedaan.